Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Vandaag weer een nieuwe video. En vandaag ga ik weer eens een Q&A opnemen. En inderdaad, je ziet het, er zit geen Uriah naast mij. Hij zit ook niet achter mij. Dit keer is er geen Uriah, want ik ben een beetje ziekjes. Dus het leek me niet zo heel verstandig om naar stal te gaan. Maar er moest natuurlijk wel een nieuwe video komen. Dus ik neem deze Q&A voor het eerste keertje op. Helemaal in mijn eentje. Maar ik heb via Instagram gevraagd of jullie allemaal vragen willen stellen. En ik heb echt super veel vragen binnengekregen. Dus ik heb een paar vragen gekozen. En die ga ik allemaal beantwoorden in deze video. En mocht je me nou nog niet volgen op Instagram, doe dat dan even snel. Want dan kom jij de volgende keer misschien ook in een Q&A video. En ik heb bijna 10.000 volgers. Dus volg me ook zeker eventjes op Instagram. Doe eventjes een blauw duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan gaan we nu echt beginnen met de video. De eerste vraag is: hoe werd je een paardenmeisje? Nou, eigenlijk was ik nooit zo fan van paarden. Ik vond altijd vogels heel erg leuk en eenden. En toen op een gegeven moment gingen we naar de paardenkamp in Soest. En toen vond ik paarden heel erg leuk. En toen wilde ik heel erg een paardrijles. En zo ben ik bij de stal uitgekomen waar ik nu nog steeds paardrij en waar ik nu ook Uriah heb. Dus zo is het eigenlijk heel kort samengevat begonnen. Hoe komt het dat Bernie zo dik is? Veel eten, 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 eten. Bernie zijn woordenboek bestaat vooral uit het woord eten, snoep, slapen, eten, snoep. Dus zoiets. En eigenlijk ook omdat hij altijd heel schattig kijkt als hij eten wil. De volgende vraag die ik tegenkwam, vond ik ook wel een leuke vraag. En dat was namelijk de vraag: heeft Uriah een veulen? Nee, Uriah heeft geen veulen, want hij is een ruin. Het was een hengst geweest en nu een ruin. Dus het kon sowieso niet, tenzij hij zichzelf wilde ombouwen. Maar ik weet niet of dat bestaat in de paardenwereld. Maar nee, Uriah heeft geen veulen. Ik weet ook niet of hij broertjes of zusjes heeft. Ik weet het niet. Uriah heeft in ieder geval geen veuletje gehad, omdat het dus een ruin is en een hengst is geweest. En dan kunnen ze geen veuletjes krijgen. Hoe jong is Uriah? Uriah is, wanneer was het? Volgens mij vorig jaar. Dus in 2018 16 jaar geworden. En dit jaar wordt hij 17. En hij wordt op 31 mei wordt hij dus 17 jaar. Heb je al wel eens gesprongen met Uriah? Ja, zeker. En Uriah vindt het super leuk. En ik vind het zelf ook super leuk. Dus dat zorgt er natuurlijk voor dat we het allebei echt super leuk vinden. Uriah wordt er heel erg blij van als er een sprongetje in de bak staat. En zodra je op de sprong afrijdt, wilt hij ook gelijk super hard over die hindernis heen. Hij heeft ook nog nooit geweigerd voor een sprong. Trouwens, nu ik dat zo zeg, volgens mij heeft hij wel één keer sprong geweigerd. Maar dat was niet zo. Dat was zo de langs rijden, weet je wel. Niet zo dat hij voor een sprong ineens stopt of zo. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Hij vindt springen super leuk. En ik vind het ook heel erg leuk. Alleen Uriah die springt een beetje raar. Maar zodra je het tempo in het springen wat hoger hebt, dan gaat Uriah echt heel goed springen. En willen jullie nou een keer dat ik ga springen met Uriah in de video? Zorg er dan voor dat ik 1000 duimpjes op deze video omhoog heb. Want als deze video 1000 duimpjes omhoog heeft, dan ga ik denk ik een keertje een video maken dat ik ga springen met Uriah. Want het ziet echt heel grappig uit. Hij wordt daar zo blij van en ik vind het ook heel erg leuk. Dus ja, dan moet ik ook een keer gaan filmen. En volgens mij zit er een eekhoorn in de heg. Hé, het is het roodborstje. We hebben altijd een roodborstje in de tuin die altijd komt. Als je bijvoorbeeld in de tuin aan het tuinieren bent, dan komt het roodborstje elke keer naar je toe. Of als ik bij Snuf in zijn hok bezig ben, dan komt hij elke keer naar mij toe. Of naar mijn moeder toe als we bij Snuf bezig zijn. Dus nu ben ik ook een video aan het opnemen. En het roodborstje zit nu naast mij in de heg te kijken naar wat ik aan het doen ben. Want hij weet waarschijnlijk ook niet wat ik aan het doen ben. Maar oké, we gaan door naar de volgende vraag. Hoe lang spaar je al slijg? Volgens mij ben ik begonnen met het sparen van slijg in 2011 of 2012. En het is in 2019, dus dat is best al wel een tijdje geleden. Dus ik spaar best wel lang slijg. Al moet ik zeggen dat ik de laatste tijd niet zo heel veel slijg meer spaar. Omdat het eigenlijk super duur is geworden. Maar als ik bijvoorbeeld geen YouTube had, dan was ik niet verder gegaan met het sparen van slijg. Omdat het gewoon duur is en dan doe ik verder toch niks mee. Maar ik vind het wel leuk om slijg te kopen en open te maken in video's. Om er video's van te maken. Ja, zoiets. Wat studeer je? Dat vond ik ook een leuke vraag. Heel veel vragen gingen over Uriah of Bunny of Snuf. En nu eindelijk ging er een keer een vraag over mij. En dat was dus: wat studeer je? Nou, ik studeer communicatie. En dat is een HBO-opleiding. Dus we leren nu bijvoorbeeld adviezen geven. Of social media of marketing. En onderzoeken doen. Maar ik wil vooral de kant op met social media en marketing. En eigenlijk wat ik nu doe met YouTube is al social media en een beetje marketing. Dus eigenlijk is dat al hartstikke goed. En is dat heel handig voor later. Wie vind je liever? Uriah, Bunny of Snuf? Die vraag is zo vaak gesteld. En ik ga een antwoord geven. Ik vind Uriah veel leuker dan Bunny. En Snuf is helemaal niet leuk. Nee, ik ga daar echt geen keuze tussen maken. Ik vind ze alle drie super leuk. En ze hebben alle drie een heel leuk karakter. Bijvoorbeeld Uriah doet altijd alsof hij super chagrijnig is. Maar hij doet bijvoorbeeld nooit echt gemeen tegen je. Hij gaat je nooit bijten. Hij kijkt altijd wel heel boos. Maar ondertussen is hij gewoon super lief. En Bunny doet altijd super enthousiast. Als je heel erg door de kamer loopt te schreeuwen: Bunny, eten! Dan gaat hij helemaal door zijn hok lopen springen. En tegen het hok aanstaan. Hey, Bunny! Hey, Bunny! Hi! Ik ga een filmpje opnemen. Ja! Je hebt wel een vies poepie. Ja! Oh.
Hey Dropje, zeg eens hallo. En Snuff is bijvoorbeeld heel leuk als je hem aait, dat hij jou gaat likken. Dus dat hij je lief vindt. Dus ze hebben alle drie wel iets heel erg leuks. Dus ik kan er echt geen keuze tussen maken. Als je gratis mag winkelen bij de Applejack, wat zou je dan allemaal meenemen? Dekjes. Ik zorg gewoon dat ik een winkelkar heb. En als ik dan langs dat dekjesrek loop, dan doe ik gewoon zo met mijn hand. En ik neem al die dekjes mee, want ik vind dekjes gewoon heel erg leuk. En ook kleren. Ja, kleren zijn altijd goed. Maar vooral dekjes. Want dekjes zijn gewoon altijd leuk en je hebt nooit genoeg van dekjes. En de volgende vraag sluit er best wel bij aan. En dat is namelijk, hoeveel paardrijbroeken heb je? Nu zou je misschien verwachten dat ik een stuk of 20 paardrijbroeken heb. Maar ik heb niet zo heel veel paardrijbroeken. Nou, ik weet niet of dat veel is, maar volgens mij heb ik iets van 5 paardrijbroeken. 2 van die standaard paardrijbroeken. Met dat anti-slip, HV Polo. Ik heb zo'n paardrijlegging. En ik heb er nog één van merk Applejack zelf. Oh, dus ik heb er 6. Oké, ik heb 6 paardrijbroeken. Ik weet niet of dat veel is. Oh nee, en nog 2 witte. Dan heb ik 8 paardrijbroeken. Ik weet niet of dat veel is. Hoeveel paardrijbroeken hebben jullie? Laat dat weten in de comment. Wat is je lievelingsserie op Netflix? Ik heb geen Netflix. Ben ik de enige die geen Netflix heeft? Ik kijk gewoon geen Netflix en ik heb het ook gewoon niet nodig. Als ik een filmpje wil kijken, dan ga ik naar YouTube toe. Dus ja, ik heb geen Netflix. Ik weet niet of ik nou de enige ben. Mag ik alsjeblieft in je video? Nou, vooruit er maar. Jouw paar seconden of fame. Ben je naam vergeten? Want ja, je ziet je naam hier wel. Ga je ook Snuff vetmesten? Vetmesten vond ik wel heel gemeen. Alsof ik gewoon continu allemaal snoepjes in zijn hoofd te drukken. Maar Snuff is wel al een stuk dikker dan toen hij bij ons kwam. Toen hij bij ons kwam was hij best wel mager. Ja, gewoon niet heel erg dik. En Snuff is op dit moment een stuk dikker. Maar dat komt denk ik ook wel een beetje door zijn wintervacht. Dus ik ben straks, als het beetje voorjaar wordt en hij verliest zijn wintervacht, best wel benieuwd hoe hij er dan uitziet. Want volgens mij is hij wel een stukje dikker geworden dan bij de zomer. Maar zoals Bunny, die moet niet dikker worden, want die is al dik genoeg. Maar Snuff die kan het wel gebruiken als hij wat dikker is. Dus bij Snuff is het niet zo erg, maar bij Bunny is het wel erg. Is Uraya van jou? Nee, ik krijg best wel vaak die vraag. En best wel veel mensen denken ook dat Uraya van mij is. Maar Uraya die is niet van mij. En het is mijn verzorgbaard. En dat is eigenlijk gewoon een keertje gekomen dat Uraya en ik goed matchten. Ik weet niet precies hoe dat zegt. Het klikt goed tussen Uraya en mij. En Uraya werd niet zo vaak gereden omdat hij best moeilijk is om te rijden. En ja, tussen mij en Uraya klikte het wel met het rijden. En dat zag je ook heel erg aan Uraya dat het zeg maar wel klikte. Klinkt een beetje stom om te zeggen, maar zo is het een beetje uitgelegd. En toen was ze van, ja, wil je Uraya zijn verzorger worden? En toen zei ik van, ja, dat vind ik heel erg leuk. En toen was het van, oké, en nou ben ik sinds volgens mij 2013, 2014 al zijn verzorger. En ik vind het nog steeds superleuk. En ik hoef nog steeds geen ander paard of een eigen paard of een ander verzorgpaard. Want ik vind Uraya nog gewoon superleuk. Maar om dus eventjes een beknopt antwoord te geven op die vraag. Nee, Uraya is niet voor mij. Uraya is mijn verzorgpaard. Hoe oud zijn Uraya, Bunny en Snuff? Nou, Uraya heb ik volgens mij al geantwoord. Die is 17. Bunny en Snuff zijn allebei uit hetzelfde nestje. En ze zijn nu allebei 4 jaar. En 17 oktober, dan worden ze 5 jaar. En konijnen kunnen ongeveer 9 of 10 jaar oud worden. Dus ze hebben gelukkig nog eventjes te gaan, waar ik heel blij mee ben. En als je de leeftijd van Bunny en Snuff om zou rekenen naar mensenleeftijden, dan zouden ze nu 39 jaar oud zijn. Dat klinkt best wel oud. Er zitten vogels boven mijn hoofd en ik hoop echt niet dat die gaan lopen kakken. Hoe zit het nou met Melly? Dat vond ik een hele leuke vraag, want die kwam ik ook een paar keer tegen. Ik ben in juni 2018 bij Judith geweest van Indraf, bij Judith en Anouk. En toen hadden we een sketch opgenomen en nog een andere video. En op een gegeven moment dachten we van, hey, het is misschien leuk om de kijkers te gaan pranken en doen alsof Melly van mij is. Dus we hadden een vlog gemaakt en daarin vertelde ik, jongens, ik heb een nieuw paard gekocht en ik heb al een paar keer gereden op Melly. En nou, dit is dus mijn nieuwe paard en het was dan Melly van Judith en Anouk, die Melly net nieuw hadden. Dus nou, in die video deed ik de hele tijd voorkomen alsof ik Melly echt had gekocht en dat Melly nu echt voor mij was. Want ik zei ook van, nou, dit weekend wordt hij opgehaald. En aan het einde van de video vertelden we dat het een prank was, want het was ook een prank. Melly wordt niet van mij en Melly is niet van mij. En Melly staat nog gewoon lekker bij Judith en Anouk. Maar er zijn nog steeds mensen die video niet hebben afgekeken. En ik krijg nog wel een paar keer per week de vraag van, is Melly van jou en hoe is het met Melly? Want we zien haar nooit in de video's. Nou, om het nog even één keer te zeggen, jongens, Melly is niet bij mij, maar staat dus bij Judith. En die video was een prank. En het was ook nog wel heel leuk, want iemand van mijn stal die trapte er ook in. En heel veel mensen trapten er ook sowieso in dat Melly van mij was, want die hadden dus de video niet afgekeken. Dus dat was wel heel grappig. Wat is je meest gebruikte emoji? Ik denk die ene emoji met dat huilen van het lachen. Met die traantjes. Dat is wel denk ik de meest gebruikte emoji. Heb je nog leuke video-ideeën? Ja, die heb ik zeker.
Ik heb hele leuke video-ideeën, ook ideeën voor sketches. En ik heb nog steeds een video waar ik al jaarlang niet echt mee bezig ben. Elke keer zit ik het gewoon uit te stellen, omdat het best wel veel werk is om dat te filmen. Dat is echt een video die jullie heel erg leuk gaan vinden en die nog nooit op YouTube is verschenen. Ja, heel veel leuke video-ideeën dus, maar ze kosten allemaal vrij veel tijd. En ik heb niet zo heel veel tijd door school, dus dat is wel een beetje jammer. En zoals nu ben ik ook weer een beetje ziek, dus ja, ga ik ook niet hele uitgebreide video's opnemen. Maar ik heb zeker nog hele leuke video-ideeën op de planning staan. En ik heb heel januari al volgepland, heel februari is volgepland. Maart ben ik nu aan het volplannen. En als je ook nog leuke video-ideeën hebt, laat het dan ook eventjes weten in de comments. Want wie weet heb jij nog een idee wat ik nog niet heb uitgevoerd of niet op de planning heb staan. En dan kan ik die ook uitvoeren. Hou je van sushi? Nee, ik hou niet van sushi en ook niet van vis. Als we bij een wokrestaurant zijn, dan eet ik vooral ossehaas. Met frietjes en mayonaise. Dat vind ik echt lekker. Is Bunny dik? Ja, Bunny is heel erg dik. Maar we zijn wel bezig om hem te laten afvallen. We hebben nu ook ander voer voor hem gekocht. Dat is wat duurder voer. Maar dat schijnt ook beter te zijn. Hij heeft nu ook voer met allerlei lekkere dingetjes erdoorheen. En dan ga je natuurlijk, als je zelf een konijn bent, ga je natuurlijk die lekkere dingetjes eruit snoepen. En dat schijnt ook niet goed te zijn, waardoor hij ook er dik van wordt. Dus we zijn nu bezig om over te stappen naar ander voer. En dat voer is dan beter voor hem en voor zijn darmen en zo. En ja, we geven hem sowieso ook minder snoep, dus hopelijk gaat hij afvallen. Maar we zijn al bezig geweest om hem te laten afvallen, maar toen was hij juist weer aangekomen. Dus ik weet niet wat we fout doen, maar hij is gewoon dik. Had je voor Uraya ook al een verzorgpony? Nee, ik had voor Uraya geen verzorgpony en ik was ook helemaal niet op zoek naar een verzorgpony. Ja, Uraya die kwam gewoon ineens als verzorgpony en ik heb hem nu nog steeds als verzorgpony. Ik zeg pony, want Uraya is net op 1 centimeter na een pony. En ja, volgens mij had ik dat al gezegd, maar ik hoef verder ook geen ander paard of verzorgpaard. Want ik vind Uraya gewoon echt superleuk. En ja, dat was denk ik wel een goed antwoord op de vraag. Ik ben letterlijk door al mijn vragen heen. En volgens mij heb ik echt supersnel al mijn vragen beantwoord. Dus ik ga nog even gaan kijken op mijn telefoon of ik nog andere leuke vragen heb. Oh, iemand die vraagt, hoe oud ben jij? Nou, ik ben 19. Wow, die vraag heb ik nog in één keer gehad. Allemaal vragen over hoe oud is Bunny, hoe oud is Snuff, hoe oud is Raya. Maar dit is de eerste vraag die ik tegenkom over hoe oud ik zelf ben. Ik ben 19 en ik word 11 juli. Word ik 20. En 20 klinkt echt bejaard gewoon. Het klinkt echt oud. Welk paard van welke bekende YouTuber wil je nog namaken? Ja, ik heb een serie op mijn kanaal. En dat is dat ik paarden van bekende YouTubers ga namaken als slijgpaard. En welk paard ik nog wil gaan namaken is denk ik Olympus van Feline Hooi. Die wel super lastig gaat worden. Maar ik heb hem nu in maart gepland staan. Maar ik denk dat ik hem naar april moet verhuizen. Omdat het echt lastig gaat worden. En Uraya wil ik nog een keertje namaken. En volgens mij van Paardenpraat TV wil ik er ook nog eentje doen, want die is ook super vaak aangevraagd. Waarom rij je Uraya? Waarom niet? Hoe oud zijn al je dieren bij elkaar? Nou, ik tel dan Uraya ook eventjes mee, want ja, het is natuurlijk niet mijn eigen paard, maar ik tel hem wel eventjes mee. Bunny is 4, Snuff is 4, dat is samen 8. En dan hebben we Uraya, die is 16, dus dan zijn ze samen 24 jaar oud. Dan zijn ze allebei ouder dan dat ik ben. Maar dit was de video. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Was het zo, doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Dat zou ik echt super, super, super leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doeg! Ga ik nou eerst eventjes een broodje eten. Want ik heb echt honger.